Voor zij die mij nog niet kennen, ik ben Sophie, medewerker levenslang leren. Vandaag wil ik het met jullie even hebben over kwaliteitszorg van postgraduaten, microdegrees en navormingen. Want ontevreden studenten is de nachtmerrie van elke opleiding. En om dit tegen te gaan, hebben wij vanuit de HOS Academy onze blokkendoos ontwikkeld om jullie te ondersteunen. We spreken over een blokkendoos omdat je bij ons een volledig traject kan volgen, van begin tot einde, voor nieuwe opleidingen, maar je kan ook een specifiek blokje uit de blokkendoos halen om samen eens te bekijken om een bestaande opleiding te optimaliseren. Ik ga met jullie eventjes door de blokkendoos, zodat jullie een mooi zicht krijgen op de vragen waarmee jullie bij ons terecht kunnen. We beginnen bij de eerste kolom, bij de matchmaker. Deze is van toepassing wanneer er al een eerste LLL-vonkje is. Dat jullie als cluster of als opleiding graag willen inzetten op LLL, maar er is nog geen duidelijke richting die jullie uit willen gaan. Dan gaan wij jullie ondersteunen, enerzijds door de expertise in de cluster te bevragen, en anderzijds gaan we kijken wat de noden zijn van het werkveld, om daartussen dan een mooie brug te kunnen slaan en een opleiding te ontwikkelen die impact heeft. Het volgende luikje gaat over de positionering van het LLL-traject. We gaan kijken hoeveel spelers inzetten op eenzelfde of gelijkaardig thema en hoe we onszelf kunnen differentiëren ten opzichte van die anderen. Dit kan ook een mooie denkoefening zijn voor bestaande opleidingen die niet het beoogd aantal studenten aantrekt. We kunnen dan samen op zoek naar manieren om het anders te doen om zo meer studenten te bereiken. De derde stap is het selecteren van een LLL-traject. Daarbij kijken we samen welke mogelijke trajecten er allemaal bestaan en gaan we ook onze doelgroep scherp zetten, zodat het traject dat we kiezen past bij de mogelijkheden van de beoogde deelnemers. Voor bestaande opleidingen kan het nuttig zijn om na te gaan of het gekozen traject bij de opzet van de opleiding nog steeds de beste keuze is. Het laatste luikje is dan vermarkten. Daarbij ondersteunen we jullie in het bepalen van een correcte prijs en gaan we op zoek naar een mooie manier om de opleiding naar buiten te brengen. Aan de hand van storytelling bijvoorbeeld kunnen wij ondersteunen in de info en het verhaal dat op de website komt. Nu we de blokkendoos hebben doorlopen, hebben jullie een beetje zicht op wat wij voor jullie kunnen betekenen, maar wij verwachten niet dat jullie met een specifiek blokje in gedachten bij ons komen aankloppen. Stuur ons gerust jullie vragen, wij kunnen deze dan vanuit onze ervaring koppelen aan de juiste ondersteuning. Alle workshops zijn ook te vinden op SharePoint, maar het kan vaak een hulp zijn om eens een buitenstaander mee te betrekken als klankbord. En wij zijn graag dat klankbord voor jullie. Zo kunnen we samenwerken naar mooie opleidingen en tevreden studenten.